U kijkt naar het TV West Nieuws van donderdag 25 november met vandaag aandacht voor de volgende onderwerpen. Politie zoekt getuigen van moord op Zoetermeerse. Wij gaan ervan uit dat voorafgaand daaraan er mogelijk toch iets rond die flat misschien wel is opgevallen. Stakende postbodes zitten in de bioscoop in Den Haag. De groep waar ik in werk, werkt vandaag helemaal niemand. En heeft u ook al last van schaatskoorts? Dag dames en heren. De politie Haaglanden is naarstig op zoek naar mensen die iets gezien hebben rond de moord op de 64-jarige Zoetermeerse Yvonne Beer. Vorige week woensdag rond 19:30 avonds vond de familie de vrouw dood in haar flat. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. De politie zette zwaar in op het onderzoek naar de daders en de toedracht, maar tast tot nu toe volledig in het duister. Terwijl het toch al de tweede moord sinds augustus is op bijna dezelfde plek. Toen werd voor dezelfde flat Grace Blommaert vermoord door haar ex. En dat sint de buurt helemaal niet. Ja, dat vind ik toch wel een vervelend idee, eerlijk gezegd. Moet ik je eerlijk zeggen. Nou, toen ik hier laatst zaterdagavond kwam ik hier in mijn eentje thuis. Loop hier in het donker en dan loop je toch achterom te kijken van... gebeuren er geen rare dingen? Omdat je gewoon niet weet wat er is. Wat er is gebeurd. Nou, wat het met mij doet is, wie is de volgende? En in wat voor ellende zijn we hier beland? En in welke tijd leven we eigenlijk nu? Dat je gewoon maar doodgeknuppeld wordt. En het is een tweede moord in korte tijd, hè? Ja, maar dat heeft niks met elkaar te maken, hè? Want de vorige vrouw die hier aan de overkant is vermoord, dat was door een ex-vriend gebeurd. Deze dame is door een misdrijf om het leven gebracht. En we zijn eigenlijk op zoek naar getuigen die voorafgaand aan het aantreffen van deze dame ons iets kunnen vertellen. Nee, absoluut niet. Ik heb helemaal niks vreemds gezien. Nee. Echt helemaal niks. Ik hoorde het de volgende ochtend van mijn zus, die belde mij. En ik heb echt helemaal niks gehoord, niks gezien. De politie zoekt daarom ook naar mensen die mogelijk al 1 of 2 dagen eerder iets is opgevallen. Wij gaan ervan uit dat voorafgaand daaraan er mogelijk toch iets rond die flat misschien wel is opgevallen. Ja, daarom zeg ik ook met name nogmaals, maandag de 15e op dinsdag de 16e, misschien dat er toen toch iets is geweest, hoe klein dan ook, wat opgevallen is. Ja, en dan willen wij toch met die getuigen heel graag spreken. Sommige buurtgenoten hebben inmiddels hun eigen maatregelen genomen. Ik doe sowieso altijd de knippen op de deur en ik kijk altijd door het kijkgaatje. En sowieso laat ik nooit iemand binnen. Nou, ik heb nog niet zo lang deze hond in huis en die heb ik niet voor niets. Je komt echt niet naar binnen. Want wat doet ze als er gerommel aan de deur is? Wat ze dan doet? Nou, dat wil je niet weten, dan grijpt ze je. Een kleine 200 bezorgde postbodes kwamen vanmorgen in een bioscoop aan het Spui in Den Haag bij elkaar. Ze hebben opnieuw het werk neergelegd omdat TNT duizenden werknemers wil ontslaan. In de bioscoop volgden de postbodes een kamerdebat over de gang van zaken bij het postbedrijf. De bijeenkomst begon met het aanbieden van een petitie aan minister Kamp van Sociale Zaken en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken. We hebben de verkenner aangesteld met een hele ruime opdracht. En die laten we nu het werk doen en dan kijken we wat eruit komt. En dan zullen er ongetwijfeld suggesties zijn die bij ons terechtkomen, bij de overheid, bij de werkgevers, bij de werknemers. En dan moeten we zien hoe dat uitpakt. Hoewel het minder druk was dan bij de manifestatie vorige week in Den Haag, waren de aanwezige postbodes nog even strijdlustig. Als je bij ons op de vestiging hoort wat er 2 jaar geleden al moeten gebeuren toen ze met al die gekkigheid begonnen. Dus ja, bij ons, de groep waar ik in werk, werkt vandaag helemaal niemand. En dat gaat gewoon zo door, net zolang er wat gebeurt, zomaar zeggen. Daarnaast willen we vooral een signaal afgeven, met name hier aan de politiek. Wat we hier in Nederland aan het doen zijn, om concurrentie te hebben op arbeidsvoorwaarden, dat natuurlijk een hele verkeerde weg is. Denkt u dat nog iemand zich er wat van gaat aantrekken? Nou, ik denk toch TNT wel. Als de bonden de druk opvoeren en vooral met de kerst de boel platleggen, dan trekt TNT zich er echt wel iets van aan. Want met de kerst is een hartstikke drukke periode en als we daar de boel platleggen, dan moet TNT wel over de brug komen. En dan moeten ze zeggen, ja, het is waar, we hebben eigenlijk een asociaal beleid zijn we mee bezig. En we zullen het beleid veranderen en we zullen deze mensen in dienst houden. Daar ben ik van overtuigd. Morgen wordt er ook nog gestaakt door TNT-medewerkers. En misschien dat er daarna dus nog meer acties volgen. Omroep West krijgt de John Blankensteinprijs 2010. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de gemeente Den Haag en COC Haaglanden aan een organisatie of persoon die een rol spelen in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de gemeente Den Haag. De prijs is onder meer gewonnen met de berichtgeving over de Roze Zaterdag in Den Haag en het tv-programma Jij bent zo van Johan Overdevest.
Waarom ben je eigenlijk niet fulltime, mevrouw, dan nu? Vanuit praktische overwegingen. Vanuit mijn werk is dat nu nog niet te doen. Hoezo niet? En over anderhalve maand, dan ga ik definitief over. Er zijn mensen die het nu nog niet weten van je? Er zijn mensen die het inderdaad nu nog niet weten. Waarom weten sommige mensen het dan nog niet? Ik ben getrouwd. En mijn vrouw is nog altijd ontzettend bang voor het verlies van vrienden. Is dat terecht ook? Want dat heb ik ook als vooroordeel genoemd. Is dat terecht? Ja. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van 2500 euro. Voor velen zijn jazz en het World Forum Theater onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de organisatie van The Hague Jazz heeft nu definitief besloten het hele festival onder te brengen in het Kyocera Stadion. Het Haagse jazzverleden begon in 1976 in het voormalige congresgebouw, toen Paul Aket er zijn eerste North Sea Jazz Festival organiseerde. Toen het festival in 2008 naar Rotterdam vertrok, startte Ruud Wijkniet er het The Hague Jazz Festival. Wij hebben gemerkt, vooral de afgelopen editie, dat we aan het maximale zitten van wat we kunnen. Wij raakten op zaterdagavond al te vol met 12.000 bezoekers. En in het geheel gezien hebben we ervoor gekozen om een stap te maken waarin wij meer het The Hague Jazz concept volledig tot z'n recht kunnen laten komen. De geruchten dat er één concert zou verhuizen naar de voetbaltempel waren er al even, maar vandaag maakte de organisator bekend dat het hele festival verhuist naar de thuishaven van ADO Den Haag. Voor de rockliefhebbers komt er ook een speciaal The Hague Jazz Rock concert. Het stadion krijgt echt een metamorfose en zul je niet meer terugherkennen. We gaan daar gebruik maken van een aantal kleine zalen die er al zijn. Voor het stadion wordt een klein dorpje gebouwd, compleet met bomen, watervallen en noem maar op. We willen het alleen wel kunnen laten groeien in de toekomst. En we willen natuurlijk ook dat onze bezoeker de locatie heel makkelijk kan bereiken. Het programma mag in verband met de contracten nog niet bekendgemaakt worden, maar we kregen wel een verlanglijstje van bands die er misschien komen. Ik zou heel graag willen dat Michael Franti kwam, Bootsy Collins, George Benson en Chick Corea. En dit zijn natuurlijk acts waar wij heel druk mee bezig zijn om ze ook naar onze kant te halen. Maar dat is van heel veel factoren afhankelijk. De HTM moet Haags blijven. Met die leus protesteerden gisteravond zo'n 200 HTM-medewerkers tegen de openbare aanbestedingsregeling. Ze zijn bang dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Hofstad achteruit gaat als een ander bedrijf straks het vervoer mag gaan doen. De Haagse gemeenteraad nam gisteravond een brief in ontvangst van boze HTM-medewerkers. HTM! 200 medewerkers van de HTM gingen gisteravond naar het Haagse stadhuis om te protesteren tegen de openbare aanbestedingsregeling. Wij proberen natuurlijk op dit moment het stadsgewest Haaglanden onder druk te zetten om gewoon de aanbesteding in ieder geval uit te gaan stellen. En we hopen natuurlijk dat er van uitstel afstel komt. Jongens, laat eens wat horen! Eind van het jaar verloopt de concessie van de HTM. En dan moet er een nieuw vervoerscontract worden gemaakt door het stadsgewest Haaglanden. Dan komen er dus ook andere partijen op de markt. En dat is iets wat Esther Stoet helemaal niet ziet zitten. Ja, we willen niet voor Veolia rijden of voor Cubus of noem nog maar een paar van die zakkenvullers op, zeg maar. Dus wij willen gewoon voor de HTM rijden. Weet jij, mijn jas, Eef? Kom, Esther, kom op. Ik heb hier, wil hier geen dingen bij. Weg met de aanbesteding! Ik ga niets zeggen over wat het besluit van het ministerie zou kunnen zijn. Want dan praat ik van mijn beurt. Ik weet niet hoe de besluitvorming daar definitief zal zijn. Ik kan u dus nu geen beloftes doen. Maar wethouder Smit doet wel een kleine toezegging. Want er moet ook nog meer dan 100 miljoen bezuinigd worden. En dat vindt hij een groter gevaar dan de aanbestedingen. Misschien hebben wij wat aan elkaar in het debat met het ministerie over die bezuinigingen. Nou, er valt niks te lachen. Esther Stoet vreest dat de HTM de strijd niet kan winnen als het op een openbare aanbesteding aankomt. Dit zijn gewoon jongens die zo groot zijn en zulke diepe zakken hebben. Ja, daar kunnen wij niet mee concurreren. Dus waarschijnlijk dan is het wel voor ons afgelopen met het busvervoer. En de rail gaat daar gewoon achteraan. De gemeenteraad beslist binnenkort of er uitstel komt voor de aanbestedingsregeling.
Met het koude weer in aantocht is het de mogelijkheid om binnenkort te kunnen schaatsen het gesprek van de dag. De schaatskoorts is bij sommigen dan ook al flink toegeslagen. En met de schaatskoorts is ook de schaatsverkoop toegenomen. Bij de schaatsshop van Jan van der Hoorn in Ter Aar zijn ze deze week druk in de weer om iedereen van het juiste paar schaatsen te voorzien. We hebben duidelijk meer aanloop als normaal rond deze tijd in het seizoen. En mensen worden er toch weer een beetje gek van. Dus er worden weer een hoop nieuwe schaatsen aangeschaft. En we zijn met 10, 12 man aan het werk om de zaak in goede banen te leiden. En op zich gaat dat goed, maar het is wel echt druk. De nieuwe schaatsen worden in de winkel helemaal op maat gemaakt en natuurlijk goed geslepen. De klanten hebben al helemaal zin in het nieuwe schaatsseizoen. Wat vind jij zo leuk aan schaatsen? Het is gewoon buiten en het natuurijs is nog leuker. Ja, het is gewoon een leuke sport. Hoe vind je het dat het straks weer koud wordt en er ijs komt te liggen? Ja, leuk. Ik denk wel dat het ijs komt. Wat voelt u dan als u straks op het ijs staat? Gewoon lekker om buiten te schaatsen. Sowieso veel beter dan de rondjes op de ijsbaan. Ja. Kijkt u ook met wrijvende handen naar het weerbericht? Ja, toch wel. Het is wel een beetje... ik schaats zelf ook heel graag, dus je bent er toch helemaal mee bezig. En ik kijk ook iedere dag op weerforum en dat soort dingen. En ik hoop wel dat het echt winter wordt. Maar eerst moet het nog echt goed gaan vriezen, anders wordt het voorlopig nog klunen. Vandaag begint in Eindhoven het Europees kampioenschap korte baan zwemmen. Een van de deelnemers is Jan Kerstens uit Voorhout. Een opvallende naam in het deelnemersveld, want Jan zwemt niet bij een grote commerciële ploeg, maar gewoon bij zijn eigen club, de Colombiaan in Voorhout. Het werk zit er al op. We hebben hard getraind de afgelopen dagen en maanden en weken. En nu zijn we de laatste puntjes op de i aan het zetten. Kleine details nog verbeteren, keerpunten snel blijven maken. En vooral lekker blijven trainen. Trainen doet hij bij de Colombiaan in Voorhout. En daarmee is Jan een van de weinige zwemmers die als clubzwemmer op het EK zwemt. Nou, dat is wel heel erg knap. Hij zwemt hier tussen meer in een drukkere baan, tussen andere zwemmers met andere ambities. Dus hij moet veel meer zijn eigen plan trekken. Ik voel me hier op mijn plek en ik woon nog gewoon thuis bij mijn ouders. Ik heb het gevoel dat ik hier nog mezelf kan verbeteren. En het verbeteren moet komen op het komende Europees kampioenschap. De zware trainingen zitten erop en de zwemmer zit nu in de zogenaamde taperfase. Dat betekent simpel gezegd minder trainen, maar wel met dezelfde intensiteit. En dat kan het lichaam behoorlijk in de war schoppen. Ik heb altijd een beetje zo'n punt dat je ziek voelt. Dat je denkt, wat is dit? Je lichaam moet echt heel erg wennen. Maar uiteindelijk word je op een dag wakker en denk je, ja, dit is het. En of dat nou één dag voor het toernooi is of drie dagen, dat verschilt voor mij heel erg. En dat is eigenlijk ook wel een beetje vervelend aan de taper. Ja, je weet niet wanneer het komt. Je weet dat de vorm komt. En als het dan drie dagen voor het toernooi is en het is er nog niet, dan denk je, shit, waar blijft het nou? Dus vanuit het keerpunt draaien, je mag ook even kort aanzwemmen, 5 meter als je dat wil. Ik weet niet wat de voorkeur heeft. En daarmee is Jan dus afhankelijk van zijn biologische klok. Maar ook zijn normale klok gaat op een moment dat de meeste Nederlanders zich nog eens omdraaien. Dus 4:50 gaat de wekker. Wat is daar leuk aan? Als je dus eenmaal zo vroeg gaat trainen, dan heb je een doel voor ogen. Dan wil je iets bereiken. En ja, naar zoiets toe werken. Ze zeggen altijd, daar presteren is leuk, maar de weg naartoe is ook heel leuk. Ik wens je veel succes. Ja, dankjewel. Zometeen het weer, maar nu nog eerst uw mening in Zeg het maar. Vandaag waren we op de Lange Velder Slag in Noordwijk. Postbestellers van TNT staken vandaag en morgen opnieuw. Ruim 200 postwerkers kwamen naar de Pathé-bioscoop in Den Haag en volgden daar het debat in de Tweede Kamer. Wat is het laatste wat u in de bioscoop heeft gezien? Zeg het maar. 20 jaar geleden. Ja? Ja. Toen ging u voor het laatst naar de bioscoop? Ja, ik moest je groot worden, toen heb ik zitten slapen. Sindsdien neemt mijn vrouw me nooit meer mee. Toevallig afgelopen zondagavond. Oh ja. Ja. Waarheen? Haar naam was Sarah. In het Kijkhuis in Leiden. In Scheveningen was dat? Welke film?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik ga niet zo vaak naar de film. Ik weet niet eens meer welke. Ik maak zelf een film. Ja? Ja. Hoe? Gewoon, zoals ik ben. Je bent een film. Ze zeggen het, ja. Ik wil nu naar Sarah, film Sarah. Die is verfilmd, het boek. En daar zou ik wel heel graag naartoe willen. Waar gaat die film over? Als ik over... Dan treed ik buiten mezelf. Hey, ik doe me anders voor dan ik ben. Van binnen voel ik me rot en van buiten ben ik vrolijk. In de tijd heb je een belofte af moeten leggen dat je niks vertelt. Maar als ik alles zou vertellen, dan zou het niet best wezen. En waar werkt u dan? Bij de overheid. Bij de gemeentelijke overheid. En ik weet nog het een en ander van andere dingen. Van militaire objecten. En wordt het dan huilen bij Sarah? Ja, dat denk ik wel. Ik heb ook wel gehuild in het boek. Het zijn zulke prachtige... Het is zo mooi beschreven. Kom morgen je verhaal doen in Wassenaar. Hoe laat? Om 9:30. Dan is de verslaggever op de Luifelbaan in Wassenaar. En hij wil graag horen wat u te zeggen heeft. Tot slot het weer dan met Huub Niezee. Langzaam maar zeker gaat de temperatuur verder naar beneden. En dat betekent dat het in ieder geval 's nachts licht gaat vriezen. En niet alleen aan het aardoppervlak is de temperatuur lager geworden, maar ook in de hogere luchtlagen. Daar bevindt zich nu op dit moment bijzonder koude lucht boven onze omgeving. En dat resulteert in stapelwolken zoals we hier zien. Buien met zelfs natte sneeuw vanochtend. Hagel hier en daar. Regen. En op deze foto, dat is dan wel leuk, daarbij Roelof Arendsveen. Een weerstationnetje. Ja, inderdaad, dat kan er mooi bij. We zien hier een elektronische regenmeter, een neerslagmeter. Een windmolentje om de windsnelheid te bepalen. En nog wat om de temperaturen in te meten. Kortom, een compleet weerstation dus bovenop een dak ergens. Ja, en van de ene molen, windmolen naar de andere. Want die hebben we dan hier zo weer in Wateringen, Den Haag. En ook daar zien we die stapelwolken met die opklaringen die we toch ook nog wel hadden vandaag. Maar warmer dan 5 graden werd het vandaag niet. En er was op zich in het algemeen niet zo gek veel wind. Alleen vlak aan zee, bij Hoek van Holland bijvoorbeeld, stond af en toe een krachtige tot zelfs harde noordenwind. En ik zei het al, die buien die gingen hier en daar met hagel gepaard. En dat zien we hier ook weer terug in Noordwijkerhout. Het zag dus al een beetje wit. En wie weet of we dat de volgende keer, de volgende dagen moet ik zeggen, misschien ook wel weer gaan krijgen. Op de satellietfoto zien we weer opnieuw zo'n chaotisch patroon. We zien hier onze omgeving met, hier dus Zuid-Holland met een aantal opklaringen. Maar hier boven het Rijnmondgebied toch ook nog een aardig buiengebied. Daar zat zelfs nog onweer bij Hoek van Holland vanmiddag. En dat zien we hier ook terug op de Noordzee. Maar die buien die hier zijn, die zullen de komende nacht in ieder geval langzamerhand verder de zee opdrijven. Wij hebben te maken met die wolkenvelden en die opklaringen. En pas morgen overdag is er dan weer opnieuw kans op een bui. Dus dat zien we ook terug op de kaartjes. Vannacht wat wolkenvelden, overwegend droog. Een hele zwakke noordoostenwind, voornamelijk aan de kust. Elders is er weinig wind. En bij flinke opklaringen kan hier en daar mist ontstaan en die kan aanvriezen. Want ja, het kan wel 2 tot 3 graden gaan vriezen. En dan morgen overdag, dan is er opnieuw kans op een enkele bui, een winterse bui. Maar die kans is niet zo heel erg groot meer hoor, ook morgen niet. Een hele zwakke wind uit zuidoost tot zuid en morgen temperaturen van zo'n 3 graden. Zaterdag, het ziet er redelijk uit. Er zijn wat opklaringen. Er komt een zwakke tot matige zuidoostenwind. Heel plaatselijk misschien een vlokje sneeuw en slechts 1 graad. Tot zover het TV West nieuws van donderdag 25 november. Straks kunt u nog kijken naar ons cultuurprogramma KEK. Meer nieuws vindt u op onze website westonline.nl en natuurlijk op 89.3 Radio West. Wij zijn er morgenochtend om 7 uur weer met het TV West ochtendnieuws. Graag tot dan, nog een hele fijne avond.